Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week afsluitingen op de Schiedamse Dijk en de Coolsingel, werkzaamheden op het Matenesserplein en komend weekend geen metro's vanuit station Rotterdam-Alexander. In het centrum van Rotterdam is op de Coolsingel een nieuwe fase van de herinrichting begonnen. De Coolsingel is tot 28 oktober in beide richtingen dicht. Omrijden kan via de Schiekade, de Bergselaan, de Statenweg en de Schravendijkwal. Vanaf 28 oktober rijdt het verkeer over de nieuwe rijbaan aan de kant van het stadhuis. Voor meer informatie ga je naar rotterdamonderweg.nl/Coolsingel. Tot 28 oktober is de Schiedamse dijk in beide richtingen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ook de verbinding met de Schilderstraat vanuit de Schiedamse dijk is afgesloten. Bestemmingsverkeer voor de Schiedamse dijk kan gebruik maken van de tijdelijke keerlus die is aangelegd over de trambaan. Verkeer voor de Schilderstraat wordt omgeleid via de Schiedamse Vest. Ga voor meer informatie naar rotterdamonderweg.nl/Schiedamse Dijk. Het Matenesserplein in Rotterdam-West wordt anders ingedeeld en de verkeerslichten worden vervangen. Tot 25 oktober is de zuidelijke rijbaan van het Matenesserplein afgesloten. Vanaf de kruising nabij de Matenesserbrug richting de Vierambachtstraat. Je kunt vanaf de Matenesserlaan omrijden via de Aalbrechtskade, de Beukelsweg en de Van Sitterstraat. Vanaf de Matenesserweg rij je om via de Beukelsdijk en de Heemraadsingel. Kijk voor alle informatie op rotterdamonderweg.nl/Matenesserplein. Komende twee weekenden wordt gewerkt bij station Rotterdam-Alexander. Vanwege hijswerkzaamheden stoppen er geen metro's op het station. De werkzaamheden zijn van vrijdag 18 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 21 oktober 6 uur 's ochtends. Omdat er geen metro's vanuit station Rotterdam-Alexander rijden, worden er vervangende bussen ingezet. Deze vertrekken 8 keer per uur, dus om de 7 à 8 minuten. Tijdens de werkzaamheden kan het doorgaande autoverkeer gewoon gebruik blijven maken van de gebruikelijke routes. Maar door een versmalling op de rijbaan ter hoogte van het station kan het drukker zijn dan normaal. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/Alexander. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter. En kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.